Welkom bij Tiel aan tafel. In deze aflevering leuke gasten. We gaan zo meteen spreken met Truus Vermeulen. Zij komt alles vertellen over de actieve Oranjevereniging van Waddenooyen. En bij mij aan tafel zit nu Ellie Tatelaar. En jij bent van het VPTZ. En mag jij even vertellen wat dat is? VPTZ staat voor Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg. En daar ben jij coördinator van? En daar ben ik coördinator van. Ja. En wat doet deze vereniging, of wat doet deze vrijwilligersclub? Ja, want het gaat om de vrijwilligers. Wat de naam al zegt, de vrijwilligers bieden zorg en ondersteuning in een terminale situatie. En wat is nou een terminale situatie? Daar spreken we medisch gezien meestal over een levensverwachting van 3 maanden of korter. Kunnen we nooit precies zeggen. En palliatief betekent dat we gaan voor de kwaliteit van leven, voor de duur van het leven wat er nog is. Dus de vrijwilligers ondersteunen mensen in een goede kwaliteit van leven in de laatste fase van hun leven. En dat is voor de mensen zelf, de terminale, maar ook dat is voor de mensen die terminaal zijn, maar dat is natuurlijk ook voor degene die voor deze mensen zorgen. Voor de partner, de kinderen, noem het de mantelzorgers. Ja. Want het kan een hele zware klus zijn om te zorgen voor iemand die aan het eind van het leven is. En dan is het voor iedereen zo fijn als er even een beetje lucht kan zijn. Dus als een vrijwilliger 1 of 2 keer in de week even langskomt, waardoor de mantelzorger even een boodschap kan doen, of even kan gaan sporten, of een middagdutje doen, ik noem maar iets. En de vrijwilliger die kan op haar of zijn beurt er zijn. En dat is ook de bedoeling, om er te zijn. En dat kan zijn bij degene zitten als iemand heel erg beroerd of ziek is en even de hand vasthouden of rust brengen door aanwezig te zijn. Maar het kan ook nog eens een ommetje maken of nog eens iets lekkers samen bereiden. Het kan van alles zijn. Natuurlijk heel pittig. En ik kan me zo voorstellen dat het ook niet voor iedereen geschikt is. Dit is niet iets wat iedereen kan. Nee, en dit is ook niet iets wat iedereen moet willen, denk ik. Dit spreekt je aan en dan doe je het vanuit je hart en je hoofd. En dan is het iets wat veel te bieden heeft voor de mensen die het doen en voor de mensen waarvoor je het doet. Ja, het is een hele waardevolle taak. Ja. En ik kan me zo voorstellen dat daar wel iets aan vooraf gaat voordat je inderdaad plaatsneemt naast iemand in zo'n zware fase. Dat klopt, want we willen van harte nieuwe vrijwilligers verwelkomen. Niet iedereen zal dat dan ook gaan doen. Wat gebeurt is dat er eerst een gesprek is met de coördinator. En als je beide denkt, ja, dit lijkt misschien wel iets, dan is er een training, een cursus van 7 avonden... waarin diverse onderwerpen aan bod komen. Praktische zaken, maar ook wel hoe ga je om met. Ja, emotioneel is het natuurlijk precies, altijd best pittig. Ja. Dus na het volgen van die training kom je dan met elkaar overeen van, ja, dit is wat ik wil gaan doen. Of nou, misschien is dit niet het moment, moet ik het misschien over 1 jaar doen? Of misschien moet ik het helemaal niet doen, is dit niet iets voor mij? En is het wel noodzakelijk dat je dan een bepaalde tijd vrij hebt? Dat hangt er vanaf. We bieden ondersteuning in het hospice van het Vrijthof. Dat is natuurlijk helemaal gerund door de professionals, maar daar zijn de vrijwilligers ondersteunend op rooster. Dus dan kun je een dagdeel in de week kun je daar zijn. Bij de thuisinzet, zoals we dat noemen, is het natuurlijk een ander verhaal. Het is maar de vraag wanneer iemand belt en vraagt om ondersteuning van een vrijwilliger. Dus dan kan het zijn dat er misschien een paar weken lang steeds een vraag komt en dan weer een paar weken niet. Dat is heel wisselend. En daarnaast doen we ook nog wel een inzet bij de verzorging in verpleeghuizen. Dus dan is het ook wel weer wat beter af te spreken. Dus er zijn wel verschillende mogelijkheden. Dus voor ieder type vrijwilliger, voor wie het met hart en geest zou willen, is er wel iets te vinden. Ja, dat lijkt me heel, heel erg mooi en vooral ook heel erg zinvol. Er zullen ongetwijfeld mensen zijn die denken van dit vind ik interessant. Hebben jullie een website? Hebben jullie een manier waar jullie bereikt kunnen worden? Ja, dat ga ik je noemen, maar dan ga ik eerst nog even zeggen dat we ook starten binnenkort. Dankzij een prijs die we hebben gewonnen van ING Nederland hebben we ruime financiële middelen gekregen om ook onze diensten aan te bieden bij mensen die lijden aan dementie en in de laatste fase van hun leven zijn. Dus dat is toch weer iets anders. Een andere tak van sport, ja, maar wel het raakt zorg er wel aan. Ja. Dus als er vrijwilligers zijn die denken, ja, dat spreekt mij aan, dat is waar we in ieder geval ook mee gaan starten. Ja. En waar kan men zich melden? We hebben een website, www.vptzrivierenland.nl. En daar staan alle contactgegevens op. Daar staan alle contactgegevens op. Mochten mensen er meer over willen weten, kunnen ze altijd even bellen of even een mailtje doen. Helemaal goed. Nou, geweldig. Dankjewel voor deze uitleg. En ik hoop dat er veel mensen ook hierop gaan reageren. Dankjewel.
Inmiddels is bij mij aan tafel aangeschoven Truus Vermeulen. En zij is voorzitter van het Oranje Comité of de Oranje Vereniging van Waddenooien. Welkom Truus. Voordat we inhoudelijk ingaan op de activiteiten die dit jaar weer gaat brengen. Kun jij mij uitleggen hoe het toch komt dat die Oranje Vereniging zo vreselijk bruist in Waddenooien? Ja, ik denk omdat het een dorp is niet zo heel groot en iedereen is erbij betrokken. Er zit een soort wedstrijdelement in van de straatversiering tegen elkaar, de meerkamp tegen elkaar. De toneelspelers komen uit ons eigen dorp. Dus het wordt gewoon gedragen door het dorp. De mensen zelf? Ja, gewoon het dorp. Ja, want ook dit jaar gaan er weer geweldig leuke dingen beginnen. Het begint al op 22 april. Ja, inderdaad. 5 dagen voor Koningsdag. Kun je er iets over vertellen? Ja, natuurlijk, met alle plezier. We beginnen inderdaad vrijdagmiddag met een toneelstuk. Voor alle 65-plussers uit Tiel en de omgeving is dat gratis. Ik noem het altijd de generale repetitie. En 's avonds is het voor al onze eigen leden van de Oranje Vereniging. En die middag, want ik onderbreek jou nou, dat is ook voor alle mensen van buiten Waddenooien? Ja, voor de 65-plussers. Alle 65-plussers. En het is gratis toegang. Leuk. Dus, ja, dat wordt mede gefinancierd door het Oud-Burgerman en Vrouwenhuis. En hoe heet het toneelstuk? Oh ja, Boer zoek slip. Dus het beleeft wat. Ja, het is een pikante titel. Ja. We zullen het weten, vrijdag de 22e. Ja. Ja, heb je er al iets van gezien? Ja, maar dat toch heel in het begin. Oké, maar dat belooft natuurlijk hilarisch te worden. Nee, dat komt goed. Ja. De spelers toevertrouwd hoor, die doen dat al jaren. Ja, en 's avonds is het voor de mensen van de vereniging zelf? Ja, klopt. En dan gaan we naar de zaterdag. Nou, dan hebben we een fantastische streekmarkt. Die hebben we vorig jaar voor het eerst georganiseerd. En het is zo goed bevallen dat we het dit jaar wederom doen. En wat is een streekmarkt? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Er komt eigenlijk een beetje van alles. Een stuk of 20 marktkramen met snuisterijen. Dingen uit het dorp. Zoals eieren, fruit natuurlijk. Want we komen niet voor niks uit de Betuwe. En we hebben om 2 uur een spectaculaire uilenshow. Uilenshow? Ja, het belooft weer heel spannend te worden. Absoluut. Ja, maar ik kan natuurlijk niet alles verraden, want mensen moeten komen kijken. Hè? Nee, ja goed. En jullie hebben ook een mooi boekje uitgegeven. Dat is inderdaad gewoon, het staat bol met activiteiten. Klopt. Maar dan hebben jullie ook nog die tent. Ja, zaterdagavond, dat is altijd een hele feestavond, dan is talent in de tent. En dan gaan de eerste kinderen optreden met een soort playbackshow. Maar ze mogen nu of live zingen of playbacken. Net wat ze zelf willen. En dat is van 7 tot 9. En dan 9 uur, dan krijgen we de volwassen ex weer. Dus het belooft wat. Er zijn er alweer een paar verschrikkelijk bezig. Ontzettend aan het oefenen om te winnen. Ja. Om te winnen, ja. Oh, geweldig leuk. Ja. En goed, we zijn op de helft pas. Hè? Ja, dan zondag hebben we onze meerkamp. Dat is een soort zeskamp, maar we noemen het meerkamp. En die heeft ook een mooie titel gekregen, maar daar ben ik natuurlijk. En wie doen daar allemaal aan mee? Ook weer kinderen van school en uit de straat, de jongelui. En maar iedereen uit het dorp. Ja. Ja, leuk. En dan hebben we de WK, de Waddenooise WK. Ook geweldig. Ja, je moet wat verzinnen. Wat een nooit kampioenschap. Ja, hartstikke dus, leuk. Nou, en dan hebben we een dagje rust. En dan dinsdag, dan is het na schooltijd kinderfietsen of wagens of tractors versieren in de tent. Onder het eten van een lekkere pannenkoek. En die niet wil versieren, kan knutselen. Nou, en dan zijn we klaar voor de woensdag, de optocht. Koningsdag, de optocht. Ja. Nou, dat is natuurlijk ook. Wat voor soort wagens rijden daar nou? Ja, wat de straat maar verzin, zou ik bijna zeggen. Want het is per straat, hè? Ja, ja. Ja, elke straat doet natuurlijk niet mee, want je moet natuurlijk wel een plek hebben om het te kunnen bouwen en zo. Maar er zijn verschillende straten die daaraan meewerken. Er zijn er die er heel veel werk van maken, er zijn er die er iets minder werk van maken. Maar het thema is altijd vrij. Dit jaar hebben we iets moeilijker gemaakt. Wij worden zelf als bestuur verantwoordelijk gesteld door de gemeente nu voor veiligheid, handhaving van die veiligheid.
Dus dat betekent dat we streng op toe moeten zien dat alleen degene wagens die zich voor 14 april hebben ingeschreven, dat die mee mogen doen. Die moeten dus ook echt gekeurd worden, ja, als het ware. Dan moeten wij een ronde maken om te kijken op de veiligheidseisen. En ja, wij zijn verantwoordelijk, dus we moeten ook zorgen dat het op de goede manier op de weg komt. Nou goed, dus die veiligheid is een punt. Precies. Nou, dat is een extra taakje voor jullie erbij. Ja, ja, inderdaad. Ja, goed. Maar het belooft dus een hele, hele feestelijke, leuke week te worden. Aan ons zal het niet liggen. Nee, en ik denk dat het ook eigenlijk wel heel erg leuk is dat gewoon iedereen daar komt kijken. Zeker naar die optocht. Dat zouden we heel fijn vinden, want ja, daar doe je toch eigenlijk voor. Want zelf zitten de mensen vaak op de wagen of zijn ze vrijwilliger langs de route. Of, Dus welkom, welkom. Helemaal goed. Koningsdag naar Wadenooien toe. Dank je wel. Dank je wel. En dan is het nu tijd voor mijn kritische vrienden. Aan tafel hebben we Jan Wolberg en die hebben we al een aantal keren vaker gehad. Maar nieuw naast mij is Mark Paulus. Mark Paulus is een aantal weken geleden afgetreden als voorzitter van Tiole. Heren, welkom. Dank. Je hebt dus nu wat tijd om ook andere dingen te doen, ja, Mark. Ja. En wij gaan het hebben over het fruitcorso. Binnenkort het 56e fruitcorso. Is het nog iets van deze tijd, vinden jullie, dat dit nog past? Kan dat nog voor de 56e keer? Jan? Nou, ik ben blij dat je mij dat vraagt. Ik moest me daar vanavond echt in verdiepen in het fruitcorso. Ik ben er nooit bij geweest. Je bent er nooit bij geweest? Ik ben er nooit bij geweest. Nee, want het was altijd vaak was tegelijkertijd een appelpop. En ja, je kunt maar op één plek tegelijk zijn. Dus maar, ja, het fruitcorso is natuurlijk iets van 1954, het bestaat al lang. En ik vind het eigenlijk een beetje een soort carnaval, maar dan zonder bier. Hè? Dus er worden praalwagens rijden dan door Tiel, keurig mooi opgeplakt en zo. En ja, wat ze in Limburg dus ook doen, gebeurt dus hier. En, maar het heeft uiteraard wel een hele sociale functie, want als je dan kijkt hoeveel dorpen hier aan meedoen, en hoeveel mensen daar sinaasappeltjes aan te plakken. Ja, dat is gewoon niet normaal. Ja, ik moet toch een kleine kritische noot plaatsen. Je hebt het echt nooit gezien. Het is echt wel kunst, hoor, wat daar zo dan langs die straat rijdt. Je moet het wat dat betreft ook wat genuanceerd zien. Het is gewoon wat dat betreft, ik zie die wagens ook. Ik denk van, nou, je zult het maar kunnen maken. Hè? Ja, ja. Dat dan weer wel. Mark, ja. Wil jij dezelfde mening? Nou, niet helemaal. Kijk, het is een fenomeen in de regio. Tiel staat bekend om het fruitcorso. Het is een evenement waar enorm veel vrijwilligers aan meedoen. En ik denk wat dat betreft dat het een enorme waarde heeft, ook om de toekomst in te brengen. Maar wel, denk ik, anno 2016. Dus ik ben wel van mening dat daar aan geschaafd zal moeten worden om het ook toekomstbestendig te maken. Want zoals mijn buurman zegt, het is een verouderd fenomeen waar wel ook vernieuwing in plaats moet vinden. En heb je de indruk dat daar geen vernieuwing plaatsvindt dan? Jawel. Niet voldoende? Nee, niet voldoende. Ik denk dat de afgelopen jaren vanwege de druk op vrijwilligers, op financiën, of het wel haalbaar blijft toekomstig, of het toekomstbestendig is ten aanzien van alle kosten die gemaakt moeten worden, enorme inzet van vrijwilligers, maar ook van de gemeente, dat daar gekeken moet worden naar verbreding, waardoor de acceptatie, maar ook de inzet van heel veel vrijwilligers daarmee gegarandeerd wordt naar de toekomst. Ja. Dat is wel een must. Ja, dat lijkt me ook, want dat is natuurlijk wel een aspect, hè? Al die vrijwilligers. Ja. Ik denk, ja, al die vrijwilligers, dat is één aspect, maar het andere aspect is ook, en dat ben ik natuurlijk helemaal met jou eens, je moet proberen dat toekomstbestendig te maken en laat kijken van of dat niet het visitekaartje kan worden van Rivierenland. Kijk gewoon, van er zijn een aantal speerpunten geformuleerd door de regio Rivierenland, hoe je daar aansluiting kunt vinden met het fruitcorso, met bijvoorbeeld agrobusiness, noem het maar op, om te kijken om dat soort bedrijfstakken die gewoon heel belangrijk zijn voor deze regio, via een fruitcorso en dan een fruitcorso nieuwe stijl te propageren. Want dan staan de gemeenten staan op de banken om dit voor elkaar te krijgen. Ja, ja. Ja, ja, ik denk ook dat het een te klein fenomeen wordt als je het alleen maar als een leuk evenement in één weekend van een jaar. Het staat inmiddels wel op de werelderfgoedlijst. Jawel, maar het moet geen dinosaurus worden. Binnen de regio. Het moet een sprankelend iets zijn waar jong en oud naartoe komt. En wat dan ook nog dusdanig oplevert
aan extra activiteiten. Dat je onderwijs erbij kunt betrekken. Ja. Dat je maatschappelijke organisaties erbij kunt halen. En dat de economie uit de regio de koppeling maakt dat zij dat ook echt gaan zien als een promotie van hun industrie. En nu is het toch een op zichzelf staand evenement waar mijn zinziens veel meer uit te halen is, zowel economisch als maatschappelijk. Ja, ik kan me hier volledig in vinden. Nou, het was afgesproken dat ik het niet eens zou zijn, maar ik ben het hier volledig mee eens. Het is zo, als iets op de erfgoedlijst staat, dan is het in feite een monument en dat zou het niet moeten zijn. Dit moet een doorlopend evenement zijn met aansluiting naar bedrijfsleden, naar gemeentes en waarbij je dus als regio Rivierenland promotioneel gewoon een enorme slag kunt slaan. En dat, daar zullen ze in wezen, in mijn beleving, naar op zoek moeten. Ja. Dus trek gewoon het fruitcorso uit het stof en begin gewoon opnieuw en maak gewoon gebruik van het goede, want je hebt natuurlijk promotioneel heb je heel veel in handen, ja. Maar bouw dat gewoon uit. Ja, goed. Nou heren, dank jullie wel voor deze bijdrage. Dat was Stiel aan tafel voor deze week. Wij zien u graag volgende week weer.